Hey allemaal! Ik dacht, ik kom even live, want ik wil met je delen hoe het met mijn boek is. Afgelopen periode heb ik namelijk regelmatig de vraag gekregen van Sanne, hoe staat het met je boek ervoor? En zo bizar, want ik heb ondertussen al een flink aantal boeken verkocht en dat is helemaal vet en daar ben ik je heel erg dankbaar voor. Dus als je mijn boek gekocht hebt, thanks daarvoor. Maar ik dacht, ik kom dus even vertellen hoe het met mijn boek is, hoe de status is en hoe het schrijfproces gaat. Want ik zal heel eerlijk zijn, dat ging niet altijd vanzelf. En daar hoor ik heel veel auteurs over, dat het schrijven op het begin zit je in een flow. En dat je dan op een gegeven moment gewoon voelt dat je soort van geblokkeerd raakt. En ik weet niet of je dat zelf ook merkt als je met iets bezig bent en dat het wordt tot in één keer lastig. En dat is ook wel mooi, want hier gaat het boek ook gedeeltelijk over en ik merk dan ook zelf weer dat ik ook zelf die mindfucks heb en dat ik me misschien wel even uit het veld liet slaan. Want wat is er gebeurd? Rond kerst had ik mijn hoofdstuk 1 tot met 4 af met de inleiding. Dus het waren echt super groot deel van het boek was dus al af. En daar was ik echt heel erg blij mee. En dat heb ik naar de uitgeverij gestuurd. Mijn redacteur had meegekeken, want ik werk met de redacteur samen. En die had het dus naar de uitgeverij gestuurd. En vervolgens, bij de uitgeverij is er dus wisseling van de wacht geweest. Dat houdt in dat mijn uitgever, de dame met wie ik mijn contract heb besproken, met wie ik de afspraken heb gemaakt, met wie ik eigenlijk alles heb geregeld, zij is met pensioen gegaan en dat is echt super fijn voor haar. Maar ja, je kan je voorstellen, er is dus iemand anders in haar plaats gekomen. En die andere, die heb ik nog nooit ontmoet. En ik kreeg volgens mij, als het echt werkelijk was, net voor kerst, kreeg ik mijn teksten terug met de feedback van mijn redacteur. Dat is wel prima, maar ook van iemand die ik nog nooit had gezien. Dus iemand heeft op feedback op mijn teksten gegeven en ik kan je vertellen, weet je, kijk, er valt altijd iets op teksten aan te merken en inderdaad, schrijven is niet mijn vak, weet je. Mijn vak is het coachen, het andere in beweging brengen, het andere door een plafond in laten breken. Dus ik kreeg dus feedback van iemand die ik nog nooit had gezien. Die stond letterlijk in mijn teksten en dat was zo raar voor mij om van iemand dus die teksten terug te krijgen voor iemand die ik nooit had gezien. Dus stel je voor, ik ken jou niet of jij kent mij niet en ik ga jou als het ware, ik had wel gevraagd, maar misschien was het ook wel een soort van ongevraagd advies geven. Ik vind sowieso dat niemand zomaar ongevraagd advies mag geven. En ik merkte gewoon dat het voor mij de verkeerde volgorde was om advies te krijgen van iemand die je nog nooit live hebt gezien, die je nooit hebt gesproken. Ik kende alleen haar naam. En dat steekt ergens gewoon een stukje, dat brak met mijn normen en waarden een soort van. Ik moet zeggen, weet je, die energie is ondertussen gekleerd. Want ik weet ook, ik merkte dat bij mezelf. Ik had destijds, organiseerde ik ook nog een crossduathlon. Dus ik had even zoiets van, even mijn boek even aan de kant leggen. En dan komt hij wel weer. En ik kan jullie nu vertellen, ik zit nu weer in mijn flow. En hoe heb ik die flow weer opgepakt? Het was eigenlijk wel gewoon heel bijzonder. Ik heb gewoon met haar gebeld gehad. Haar gewoon heel duidelijk uitgelegd. Zegt van, joh, dit deed dit met mij. Dus ik heb haar gezegd dat het me even wel wat deed. En dat het me wel een beetje uit mijn veld liet slaan. Maar ik zei, ik heb hem nu weer opgepakt. En ik wil het gewoon snel mogelijk afmaken. En zo snel mogelijk. Dat houdt in dat dat ik nu in mijn flow zit. Hoofdstuk 1 tot en met 3 is sowieso af. Hoofdstuk 4, 5 zijn ook af. Alleen moeten nog door de redacteur worden behandeld. Ik hoef alleen nog maar 6 en 7 te schrijven. Zijn 2 hoofdstukken hoef ik te schrijven. En daarna, want dan denk je dus dat het af is. Maar daarna komt er nog heel iets overheen. Dus het boek is bijna klaar. De content is er. Mijn redacteur gaat er nog overheen. Dan ga ik het aan een groepje meelezers laten lezen. Van oké, hoe is het? Welke feedback? Klopt het allemaal? Of snap je het? Is het logisch? Mis je dingen? Dat laat ik dus doen. En dan gaat dus 1 april gaat mijn versie af zijn. En dan ga ik vervolgens 1 mei gaat alles naar de eindredacteur. Dus dat is wel heel vet dat het gewoon die volgorde gaat krijgen. Dus ik heb nu nog ruim een maand om 2 hoofdstukken af te schrijven samen met de redacteur. Dat moet volgens mij wel lukken. En dan vervolgens gaan dus de meelezers aan de slag. En dan gaat het boek opgemaakt worden. En wanneer het boek dan gewoon uitkomt, wanneer het boek uitkomt, is net voor de Tour de France, dan is het boek er. Dat vind ik gewoon heel vet en spannend. En gewoon gaaf dat het boek er gewoon bijna gaat zijn. Dus het is niet altijd makkelijk. Een boek schrijven.
omschrijven. Maar sowieso is een topprestatie leveren en iets winnen, in mijn termen, is al sowieso niet makkelijk. Dus daarvoor heb je een doel blijven nodig. En het is belangrijk dat je door blijft gaan. Hoe ik dat dus nu doe, ik werk iedere dag aan mijn boek. In het weekend, door de week. Dus ik sta vroeg op en dan eerst werk ik 2 uurtjes aan mijn boek. En dan heb ik geschreven en dan ga ik weer. Zorg er ook voor dat ik iedere dag met een frisse blik erop kijk. En ik heb gewoon een aantal dagen gereserveerd dat ik aan het schrijven ben. En dat doe ik echt focus, niet focus. Dus ik werk gewoon 25 minuten aan mijn boek, 5 minuten rust. 25 minuten aan mijn boek, 5 minuten rust. En daarna 3 keer ga ik een langere break nemen. En dat is gewoon de manier hoe ik nu aan het werken ben. En ik moet zeggen, ik ben echt heel trots op het resultaat. Het boek heet Het Leven is, dat is pas topsport. En ook dit boek is weer topsport om dat boek te kunnen schrijven. Dus ik wil je het gewoon even laten weten hoe mijn boekupdate gaat. En thanks voor het kijken. En ik zou gewoon zeggen, wacht nog even op het boek. Maar het mooie is, dat is wel tof, je kan gewoon nu al mijn boek bestellen. Dus als je naar mijn website gaat, kan je mijn boek bestellen. En dat is eigenlijk gewoon sannevanpaasen.nl/boek. En als je nu het boek bestelt, want dat vind ik natuurlijk gewoon super fantastisch, voelt als echt zo'n supportering. Als je nu mijn boek bestelt, dan ontvang je de Mindset Bootcamp Masterclass. En daarmee kom je echt in actie om de basis tot zo'n succes te brengen. En dat is een hoger energieniveau. En daar ga je concreet mee in actie komen. Dus thanks dat je weer even geluisterd hebt naar mijn update over mijn boek. En ik kan niet wachten tot het af is. En echt, ik ben ondertussen nadenken hoe geweldig de boeklancering gaat worden. En ik kan je 1 ding zeggen, dat wordt een feestje. Nou, ik zit al onder de modder, maar ik ga me nog even verder onder de modder bespetteren. Want ik ga lekker mountainbiken. En dan ga ik de trein in en naar Bike Motion. Want ik sta vanavond op Bike Motion voor een workshop die ik ga geven. Hoe je de makkelijkste sportieve winst boekt. Mindset is alles. Met sporten, maar ook met schrijven van een boek. Nou, thanks. En als je mij gaat supporten om dit boek te kopen, dat zou ik echt super lief vinden. Want ik krijg nog heel veel bestellingen nu al binnen. En dat is zo gaaf als je gewoon ziet dat mensen je boek kopen. Nou, dankjewel. En een hele fijne dag. Doei doei.